Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video van mij. Kijk eens, drie chocolaatjes. Milka Oreo. Milka koffie. Kamzoen. En bim bam bijen. Let's go. Hier met allez, poppen. Staan, staan, staan. Ja. Mama maakt misschien een schaar. Mama maakt misschien een schaar. Dus je kan een barista worden. Een flat white, een cordato, een chai latte, een dirty chai latte, een latte met havermelk, een latte met amandelmelk. Kort ik het er zo niet zo goed. Een latte met amai met havermelk, dat is gewoon beter. En amandelmelk, sojamelk, dan mag kiezen. Alles kiezen. En hazelnootmelk. Maar ik heb misschien wat een mooie medaille hebt gehad. Kijk je. Ja. Zeg, in de Albertijn hebben ze bananenbrood. Dat maken wij ook bij de herfst. Lactose en glutenvrij. Ja, dat kan ook, maar dat heb ik. Ja, ik moet aangeboden door lokale schuurstaan. Mooi, hè? En ja, dat is een mooie. Opa! Goed bijhouden, ja, schat. Ik weet niet waar dat is. En jij, moest je die ook niet? Een half uur zo'n vegetarisch balletje. Oh, dat dacht ik. Ja, oké, dan zit ik juist. Dacht ik vroeger altijd dat dat brood was. Maar ze zelf en opa gaan die alles opeten, hè? Wij hebben weer zalm besteld en die zalm is vandaag toegekomen. Wij gaan naar Ella in Dadalen. Ik ben daar eens een keer slecht van geweest. Hè? Ja, ik weet dat. Daarom vraag ik dat niet meer. En sindsdien, want ik heb daar nog iemand lief. Nee, dat gaat weg voor jou. Och, amai. En papa die zit te wachten zo. Oh. Wanneer is mijn zalm er? Mama. Hoe lang zit je al in mama. Van de vorige. Oh, dat is van vorige corona. Van voor corona? Ja. Mama, ja, want daar corona is dan niet meer geweest. Leien, leien. Ja. Amai, in dat huis waar het nu voor staat, wil ik wel wonen. Ja, maar je snapt dat toch, hè? Je bent zo eens een keer ziek geweest. Zeker weten. Ik heb zeker weten, dat is om terug over te geven. Ja, dat snap ik. Zwangworstjes? Ja, ik heb dat ook niet zo overgegeven. Ik heb nog steeds, hè? Ja, snap ik. En daarmee gaan wij dat halen, want Ella zit er met dozen. Hè, want die heeft er weer 10 moeten aankopen. Bestellen. En wij hebben er 4 besteld. Amai. Ja, ons vader wil niet meer zonder zitten. En was er dan kwijt? Gedaan. En was er dan kwijt? Ja, nu is het opgeslagen. Hè. Nu zijn we wel 100 euro kwijt. Maar ja. Ik vind dat eigenlijk wel zot. Zo die in Heide City, is het dan wel waard? Daar heb ik 60 euro verdiend. Ah, ja. En zit de moe? Ja, dat vind ik altijd mooi. Ja, een flexijob, dat is gewoon, ook party plezier moet dat voor mij zijn. Ja, allee, ik kan dat dan eigenlijk... Wel 12 of 15 euro. 12 euro. Maar dat is wel bruto is netto, ja. Hè. Dus dat is, maar ja,
ze gaan nu renoveren, dus normaal gezien ga ik dan 2 keer in de maand, dus dan heb ik ongeveer 120 euro extra, maar dat is toch niet slecht. Allee, dat is toch... Ik weg mee op teambuilding. Ja, ik doe dat wel echt graag. Ja, maar dat is het belangrijkste. Ja, dat vind ik. Ja, ja, maar allee, ik moet wel zeggen... Dat je dan extra geld blijven, het is leuk. Allee, ik had ook wel graag in mijn zetel gezet. Maar ja, ja. We moeten... Allee, ja... Nee, ik blijf dat doen. Hè? Ja, wel, ik blijf dat doen. Ik kan spijt hebben aan het doen. Zijn zo'n toffe verdammen dan ook? Ah wel, ja, we doen het toch ook voor de sfeer en dan... Ja, ja. En voor uw collega's, je bent weer eens onder andere mensen. Ja. Bye.